Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze soort van uitlegvideo van een nieuwe serie. Jongens, ik heb een modpack bij elkaar gesteld en wij noemen het de PM modpack. Het is een modpack met heel veel mods erin. Als je niet weet wat een modpack is, het is eigenlijk een pak. Je hebt een doos en daar zitten heel veel kleine mods in en heel veel grote mods. En die prop je dan in één wereld en dan heb jij 80 mods in één Minecraft. Ik heb er echt heel erg veel, echt te veel om op te noemen. Dus daarom check de beschrijving voor alle mods. Ik heb de grote mods, Millionaire heb ik erin zitten. Nou, dat is, het is ook een beetje, hoe noem je dat, geïnspireerd van een Jokbox. Ik ging kijken wat voor mods in de Jokbox zaten, want mensen wouden de Jokbox ook terugzien. En ik dacht van, nou, weet je wat, dan ga ik die een beetje proberen samen te stellen. De grote mods zijn toch echt, vind ik, Millionaire zit erin. Dan hebben wij Blood Magic zit erin. Thorncraft zit erin. Dan hebben we RPG mod zit er ook in. Heb ik allemaal erbij gedaan. Hey there guy. Hi. Ja, jij wilt dit allemaal kijken. Het is in ieder geval super vet. Millionaire's mod wordt mijn hoofdpunt. Daar wil ik sowieso veel aandacht aan besteden. En hetzelfde geldt voor Thorncraft. Daar wil ik gewoon 100% aandacht aan besteden. Waar ik nu trouwens in vlieg is niet mijn ei of niet mijn wereld. Ik wil gewoon even een uitlegvideootje maken dat jullie nog wel wat te kijken hebben. We hebben ook natuurlijk een dungeon mod. Dit is de ruins mod. Dan kan je gewoon in en dan dungeon om zo te zeggen. We hebben de battle tower mod hebben we. Twilight Forest zit er natuurlijk ook in. Dat is natuurlijk ook super vet. En extra biomes zoals dit. De Magical Forest hebben we er ook gewoon allemaal in zitten. En we gaan even kijken of we toevallig een millionaires hutje kunnen tegenkomen. Of een city eigenlijk. Dat is natuurlijk super vet. Want wat je daar eigenlijk mee kan doen. Je kan je eigen city kan je maken uiteindelijk. Je kan mensen helpen. Je hebt questen enzovoort. En wauw, wat is dit? Kijk, zoals dit is toch fucking vet, of niet? Hier zit een huisje hierboven. Even spieken wat erin zit. Wat is dit nou weer? Een spawner. En een chest eronder. Nou, dan kan je dit allemaal vinden. Ik zit nog te denken of ik nog een paar andere mods in wil doen. Ik weet het nog niet zeker. Dan heb ik het over de Portal mod. Dan weet je wel, de Portal Gun hebben we dan. Mole Creatures zit er trouwens ook in, wat natuurlijk best wel logisch is. What the fuck was dat trouwens? I really don't know. Dan hebben wij Soul Shards zit erin, Aquaculture. En de leukste vind ik persoonlijk Agents Agriculture. Dat is, oké, okay, hier, dat zie je al nu. Hoppakee, het wordt al gebouwd. Bam, voilà. En hey, je hebt hier een city. Agriculture is eigenlijk voor farming. Dus eigenlijk wat mijn bedoeling is, dat ik hier bijvoorbeeld een huisje ga maken. En daarachter een huge farm en gewoon lekker ga leven. Heerlijk lijkt me dat. Nou kijk, hier heb je dus, ik weet niet wat dit eigenlijk is. Dit zijn denk ik Japanners of Chinese mensen, I don't know. Amu Neru Jikada. Ja, I really don't know, maar dan kan je iets wel tegen ze praten. Ik weet niet of in, met game mode, ik weet niet of ik dan kan praten. Maar je kan in ieder geval hier naartoe, population 6 en je kan het helemaal groter laten worden hier. Hoppakee, possible housing, kan je allemaal huisjes kopen en zo. En dat is in ieder geval fucking vet. Dan kan je hun allemaal helpen. Dat staat hier als het goed is ook. En dat maak ik dus nu kapot. Echt lekker Sam. Kijk, dan hebben ze thatch hebben ze nodig. Wood hebben ze nodig. Oakwood hebben ze nodig. Spruce wood hebben ze nodig. Dan kan je dat allemaal voor hun verzamelen. Waardoor hun uiteindelijk kunnen upgraden. En dat je echt een huge ass city kan maken. En natuurlijk een leuke mod. Genaamd de Lucky Block. Die hebben we ook in gedaan. Vond ik hartstikke leuk om even het spel wat random te maken. Dan kan een serious gewoon allemaal random shit in zitten. Zoals dit, een rare pet candy of een stone egg. Zeker, het is allemaal lekker random. Dus ik heb deze mods heb ik nu allemaal samengesteld. Maar dit is nog niet alles. Jullie mogen ook zelf bepalen wat erin komt. Als jullie het in een reactie neerzetten, dan check ik de mod. Ga ik even kijken of het niet te OP is en kijken of het erbij past. Het enige wat jullie hoeven te doen is in de reactie neerzetten wat voor mod jij wil in de PM modpack. En dan kan ik het altijd nog modifyen. Eén probleempje. Ik zei natuurlijk in Fellowship dat het dat we een server kunnen fixen en bla bla bla. Dat gaat helaas niet lukken. Waarom niet, Sam? Maar als we een server gaan fixen, dan is hij niet stable. Betekent dat hij elke keer kan crashen. En dat ligt niet aan de server, dat ligt aan de mods die we gebruiken. En dus als het goed is, de Millionaire mod die er niet mee goed kan werken met een server. En dan kan hij gewoon om de zoveel tijd kan hij crashen, kan hij corrupt raken, enzovoort, enzovoort. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet. We willen natuurlijk alles gewoon 100% laten lopen. Dus dat gaat hem denk ik nog, maar ik zeg ook nog niet worden. Dus stay tuned voor dat.
Maar in ieder geval, we hebben genoeg te doen in zo'n mod. Het is niet super uitgebreid zoals Fellowship natuurlijk. Maar er vallen hele leuke dingen te doen. En ik heb meer tijd. Zoals met Thorncraft. De Morph mod zit er ook in. En ik weet niet zeker hoe ik dat kan doen. De Morph mod kan je dingen mee teleporteren. En kan je heel snel vliegen of zo. Kijk, hier zo. Ik weet niet zeker of ik die eruit ga halen of erin ga zetten. Want laat ik even iemand gaan vermoorden dan. Even kijken. Wat is dit? Is dit een bunny? Ik weet niet, het is een zwijn. Ik denk als ik die kill. Hier, dan absorb ik dat. En dan klik ik op P. Of wat was het? Oké, okay, nou, nu ben ik het zelf. Nu ben ik een zwijn. Like, yay. Dan ben ik een vliegende zwijn. Maar het probleem dus is, als je een bat kill. En een bat killen is zo ontiegelijk makkelijk. Dan word jij al meteen een bat. Kan je vliegen. En dat is best wel heel erg OP. Dus ik moet nog even kijken of ik dat wil gaan doen. Of die Morph mod eruit ga halen of niet. Ik stem eigenlijk wel dat ik die eruit ga halen. Want het voegt eigenlijk niks extra's toe. Alleen maar dat je kan, kan lopen. Om zo te zeggen. Kijk, en dan kan ik zo weer terug switchen naar Midnan. Boop. Hij is wel echt heel erg vet. In ieder geval, jongens. Dit is dus de Project Minecraftia modpack. Het is een medieval modpack. Met veel avontuurlijke, maar toch een leuk thuisgevoel kan je fixen. Niet dat je constant weg bent om dungeons te doen. Maar je valt heel veel te exploren. En er valt zelf ook heel veel te doen thuis. Qua farming, qua gebouwen en weet ik veel wat. Wat is dit nou weer? Kijk, zoals dit is gewoon prachtig, vind ik. Dat vind ik gewoon zo ontiegelijk vet. Kijk wat hier nou in zit. Hetzelfde als die ervoor. Yes, en dan maak ik die kapot. Er zit hier iets in. Dus jongens, als jullie dus nog een mod hebben, laat het even weten in de reacties beneden. Ik lees alles en dan gaan wij binnenkort beginnen. Volg @SamMidnan, als ik het goed zeg, staat ook in de beschrijving. Als je meer updates van dit wil en als jij een tweetje wil versturen, volg die dan even. En dan kunnen we dat ook allemaal fixen. Ik weet niet wat dit trouwens hieronder is. Dat is denk ik van aquaculture, maar er zit hier dus blijkbaar ook een dungeon onder. Weet je wat, we gaan gewoon even snel een kijkje nemen wat hier precies onder is. Want kijk, zoals je daar ziet. Ik weet niet precies wat dat is. Of het is echt helemaal niks. Oh, hier. Oh my god. We waren net ergens. Oh my god. Wat is dit nou weer? Dit is echt heel erg vet. Ik moet even Night Vision Potion gooien, hoor. Gaan we even doen. Night Vision Potion. Woop. Kijk dan hoe vet het is. Het is gewoon een hele village hieronder. Wauw. Oké, en het loopt dus gewoon echt helemaal zo door. Kijk naar mijn minimap, jongens. Ik kan geen map doen, maar kijk eens naar mijn minimap, hoe groot dit is. En wat voor enemies er hier staat. Silver Skeleton. Van een Dr. Shard's Mo Creature mod. Dit is echt heel erg vet. Hier kan je dus ook hele toffe dingen mee doen. En dit is massive. En we hebben diamonds gewonnen. Oh, dat is geen diamonds. In ieder geval, jongens, dit is dus de Project Minecraftia modpack. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik hoop dat jullie ook een paar reacties achterlaten voor wat voor mod erin moet. Check de beschrijving voor wat voor mods er al in zitten. Want anders is het een beetje dubbelop. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. En ik check jullie binnenkort bij de Project Minecraftia modpack. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.